Welkom bij deze bijdrage over de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Mijn naam is Marion Colijn. Ik ben advocaat bij Capra Advocaten op de vestiging te Zwolle. Capra Advocaten is voornamelijk werkzaam op de domeinen zorg, onderwijs en overheid. En in dat laatste domein ben ik voornamelijk werkzaam. Naast mij zit mijn collega. Goedendag, mijn naam is Luc Jansen en ik werk bij Capra Advocaten in Maastricht. Wij gaan het vandaag hebben over de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, of kortweg de wet normalisering. Deze wet is op 8 november 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Luc, kun jij in het kort vertellen wat de bedoeling van die wet was, is en wat de inhoud daarvan is? Ja, het wetsvoorstel, het heeft een hele tijd geduurd voordat het initiatiefwetsvoorstel oorspronkelijk ingediend in 2010... door de Tweede Kamerleden Eddy van Heijen van het CDA en Fatma Kosakaya van D66... daadwerkelijk is aangenomen als wet door de Eerste Kamer. Het wetgevingsproces voor ruim 6 jaar. De oorspronkelijke gedachte bij het initiatiefwetsvoorstel was dat het niet meer rechtvaardig is dat ambtenaren op een andere manier worden behandeld dan werknemers in de private sector. De grondgedachte daarbij is dat ambtenaren, net zoals gewone werknemers, loonafhankelijk zijn en ondergeschikt zijn aan hun werkgever. En dat het dus onrechtvaardig is om hen anders te behandelen. En tot wat voor soort wetvoorstel heeft dat nu geleid? Welke wet is nu eigenlijk aangenomen? Nou, het belangrijkste punt van het wetsvoorstel is dat de eenzijdige aanstelling van de ambtenaar overgezet wordt in een tweezijdige arbeidsovereenkomst naar civielrecht. Mm-hmm. Dat de rechtspositieregelingen die nu gelden in de overheidssectoren, dat die worden omgezet naar cao's. Ja, want die rechtspositieregelingen zijn eenzijdig door de, in dit geval, werkgever dan vastgesteld. Daar is wel een soortement van overlegstructuur en overeenstemmingsvereisten. Maar er is geen sprake van een tweezijdige onderhandelingen zoals dat in het arbeidsrecht geldt. Precies, en dat wordt met deze wet dus geïntroduceerd. Hè? Okay. De wet is erop gericht om een gelijk speelveld tussen werkgever, ambtenaren enerzijds, of werknemers, ambtenaren enerzijds, en de werkgever anderzijds te creëren. Net zoals dat nu in de private sector is. En wat betekent dat dan voor het procesrecht? Nou, dat is misschien wel de allergrootste verandering die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Nu geldt dat ambtenarenrecht valt onder het bestuursrecht. En als de wet normalisering van kracht wordt, dan vervalt het bestuursrecht en dan wordt het civielrecht. Dus dat betekent dat waar je eerst had een bezwarenprocedure bij de werkgever zelf, zeg maar even, dan een beroepsprocedure bij de bestuursrechter van de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. En nu sprake is, gaat worden, zodra er de wet is ingevoerd, van een procedure bij de kantonrechter, hoger beroep en uiteindelijk bij de Hoge Raad. Precies, dat geldt in gevallen waar bijvoorbeeld een ontslag speelt. Mm-hmm. Maar ambtenaren kunnen tegen iedere rechtspositionele maatregel, of iedere maatregel die hun rechtspositie raakt, kunnen zij bezwaar maken. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, een ambtenaar die een onvoldoende beoordeling krijgt, dat is een besluit van het college van BMW. En een ambtenaar in het geval men in de gemeente werkt, ja? Precies, in het geval men bij een gemeente werkt. En een ambtenaar die het daar niet mee eens is, kan laten weten dat hij het er niet mee eens is, kan zijn zienswijze daarop geven. Mm-hmm. Kan vervolgens bezwaar maken, kan inderdaad beroep aantekenen en hoger beroep. En dadelijk in de genormaliseerde situatie is het zo dat als een werknemer, een ambtenaar die werknemer is geworden, het niet eens is met een beoordeling, dan kan die een keurige brief schrijven naar zijn werkgever. Mm-hmm. Maar die hoeft voor de rest niet zoveel met de brief te doen. Nee. Dus betekent dat dan dat die bezwarenprocedure helemaal verdwijnt? Nou, dat is niet helemaal gezegd. Mm-hmm. Het kan heel goed zijn, in principe wel, want in het burgerlijk wetboek komt de bezwaarprocedure niet voor. Nee. Maar het kan zo zijn dat in cao's een bezwaar
procedure wordt geregeld. Oké, net zoiets als in het onderwijs dus, zeg maar. Ja, precies. Ja, oké. Die hele omzetting, hoe gaat dat nu plaatsvinden? Allereerst gaat er vanaf 2017 een hele grote wetgevingsoperatie van start. Mm-hmm. Officieel heet de wet Normalisering Rechtspolitie Ambtenaren dat de ambtenarenwet en enige andere wetten worden aangepast. Nou, mm-hmm. Dat is het understatement van het jaar, want er worden honderden wetten aangepast. Heel veel lagere regelgeving zal moeten worden aangepast. En als dat allemaal achter de rug is, en dat wordt een wetgevingstraject van 2,5, 3 jaar, mm-hmm. Dan zitten we inmiddels in 2020. En dan gaat er een soort omslagpunt, een Big Bang plaatsvinden. En dan gaan de eenzijdige aanstellingen om in tweezijdige arbeidsovereenkomsten. Eenzijdige rechtspolitieregelingen gaan om in cao's. Op het moment dat er nog geen cao's afgesloten zouden worden. Oké, dus zeg maar, er wordt bepaald datum X is de datum van invoering. En op dat moment gaat alles van rechtswegen over. Ja, precies. Dat klinkt heel eenvoudig eigenlijk. Is dat het eigenlijk ook wel? Nou, dat valt toch wel tegen. Mm-hmm. Het idee klinkt heel eenvoudig. Aan de wet zitten heel veel haken en ogen. Onder andere komen er een heleboel categorieën. Verschillende ambtenaren worden gecreëerd. Meer dan nu het geval is. Oh, en de bedoeling was toch eigenlijk om het eenvoudiger te maken? Dat alles hetzelfde werd? Ja, precies. Maar dat is dus feitelijk niet zo. Nee, precies. Want welke groepen hebben we? We hebben, zeg maar, de mensen die nu op een arbeidsovereenkomst werken en dat blijven doen. Ja, de gewone werknemer. De gewone werknemer die al onder het civiele arbeidsrecht viel. We hebben de ambtenaren die ambtenaar oude stijl blijven, als ik het zo mag noemen. Dat zijn de politieambtenaren en de militaire ambtenaren, de benoemde bestuurders en rechters. Mm-hmm. En dan heb je de mensen die nu een aanstelling hebben, maar onder nieuwe ambtenarenwet komen te vallen en die een arbeidsovereenkomst krijgen, dus tweezijdig. Ja, dat is ver uit de grootste groep. Sorry, wat zeg je? Dat is ver uit de grootste groep. Ja, dat is denk 80% ongeveer. Ja. Maar dan is er nog een groep en dat zijn mensen die nu eigenlijk nog niet als ambtenaar zijn aangemerkt. Die geen ambtenaar zijn, dat zijn bijvoorbeeld de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken bij UWV of de Sociale Verzekeringsbank of de Nederlandse Bank. Die vallen op dit moment niet onder de ambtenarenwet. Maar gaan dat in de genormaliseerde situatie, gaan zij wel onder de ambtenarenwet vallen. En dat komt omdat in de nieuwe ambtenarenwet beschreven is wat een ambtenaar is. En daar vallen ook met openbaar gezag beklede organen bij, zoals bijvoorbeeld UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Ja, precies. En dat betekent dus ook dat de bepalingen van de wel flink afgeslankte ambtenarenwet op hen van toepassing gaan worden. Ja. En die bepalingen die gaan bijvoorbeeld over integriteit, beperking van het stakingsrecht, geheimhoudingsplicht, ja, dat soort zaken. Inperking van grondrechten, ja, vrijheid van meningsuiting enzovoort. Er komt nogal wat op ons af. Want er zijn, ja, we moeten zeggen dat er ook aanpassingen moeten gaan plaatsvinden als we kijken naar dat omzetten van een aanstelling naar een arbeidsovereenkomst. Ja. En als we gaan kijken naar die rechtspositieregeling die cao moet worden. Ja. In een andere bijdrage over de wet normalisering, met name wat nu, hoe gaan we dat implementeren, zullen we daar nader op ingaan. Voor nu moeten we denk ik zeggen dat ook onderdelen zijn die het niet eenvoudiger maken. Wanneer gaat dit nu plaatsvinden? Je gaf daar straks al aan, van er gaat een hele wetgevingsoperatie overheen. De verwachting is dat rond 2020 op zijn vroegst zal zijn. Ja. En in die tijd kunnen we dat rustig afwachten? Hebben we alle tijd? Nou, dat lijkt me heel onverstandig. Ik denk dat er vanaf het moment dat de wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer, dat er dus een wet aan zit te komen. Mm-hmm. Dat er vanaf nu heel veel werk aan de winkel is. Oké, nou, Capra Advocaat is er klaar voor. Als u wilt weten wat u moet doen en wat er op u afkomt, als het gaat om de handelingen die u moet gaan verrichten in de komende tijd, dan verwijzen wij u naar de andere bijdragen waar we daar nader op in zullen gaan.